belangrijkste waar ze van geschrokken zijn, is denk ik inderdaad de bomen. Die bepalen heel erg het beeld van de straat. En het andere wat William net zei is dat het ontwerpen terug, hè, wat ontworpen is nu voor deze straat. Het was nog geen definitief plan, maar dat is ja, echt alle karakteristiek die er nu in de straat zit. Namelijk verschillende breedte stoep, verschillende soorten materiaal, gekke doorgangetjes, verschillende plekjes echt. Hè, dus het is een hele lange straat, een van de langste in Rotterdam denk ik, in ieder geval woonstraat. En het is een hele park, ja, we noemen het een parkstraat. En ja, beide elementen leken in het nieuwe plan helemaal verdwenen. Dus het, ja, echt, de hele Schepenstraat zou de Schepenstraat niet meer zijn na de herinrichting. De gemeente moet straten volgens een bepaald principe inrichten. Daar hebben ze een handboek voor. En daarnaast denk ik dat er ook een aspect speelt van parkeren en verkeer. De gemeente wil de straat versmallen, zodat er minder hard gereden kan worden. En ze willen het parkeren op een andere manier gaan inrichten, zodat ze die straat ook kunnen versmallen. We hebben met de gemeente gesproken over onze inbreng, over onze inhoudelijke inbreng. Liliane zei er net wat over. Hè? Een van de grote kwaliteiten van de straat is dat die heel erg divers is. Dus we hebben aan de gemeente voorgesteld om een nieuw ontwerp te maken. En dat nieuwe ontwerp moet wat ons betreft aansluiten bij de huidige kwaliteit van van de straat. En dat betekent dus dat je niet ja, een nieuw plan als het ware als een stuk tapijt kan uitrollen over een straat van 600 meter lang. Maar dat je eigenlijk maatwerk moet leveren. Dus je moet op elk plekje gaan kijken van wat gebeurt daar nou en hoe kan ik wat hier is terugbrengen. Ofwel letterlijk ofwel in de geest van in het nieuwe ontwerp. Wat is nou het belangrijkste voor jullie wat moet blijven? Het belangrijkste is de diversiteit die in de straat is. En daar horen die bomen bij. Dus het is ook niet één soort boom. Het is één boom wel overheersend type. Maar de afwisseling, als je die straat loopt, heb je telkens een nieuw beeld. Je hebt niet het idee, ik loop in een hele lange Vinex-straat die overal precies hetzelfde uitziet. Dus elk stukje straat sluit aan eigenlijk bij het bouwblok. Hè? Er zijn ook allemaal verschillende bouwblokken. Het is niet één soort bouwblok wat in deze straat staat. Dus dat is heel belangrijk dat terugkomt. En functioneel. Uiteraard moet het opgehoogd, het riool is verouderd, daar moet iets mee. Maar wij hoeven niet hele dure materialen, we willen niet natuursteen of zo, dat willen we allemaal niet. We willen meer juist, desnoods hergebruiken ze zelfs materiaal wat er ligt. Het gaat ons om dat, de snelheid van het verkeer, dat is wel een punt wat door veel mensen is genoemd. En daar heeft de gemeente het eerste plan wel degelijk geprobeerd iets aan te doen. Nou, dat willen we wel overeind houden, maar dat kan op meer manieren. En daar moet gewoon beter onderzoek naar gedaan worden. Hoe je zeg maar verkeersveiligheid kan combineren met parkeerdruk die hier is, maar met behoud van de huidige kwaliteit. Bomenridders, wat is dat precies? De Bomenridders is een groep mensen, ik weet niet, is het een stichting? Ik denk het wel. Het is een stichting. Het is een stichting die zich sterk maakt voor groen, voor bomen in de stad. En zij zijn bij dit project zijdelings geïnformeerd. Het is natuurlijk nogal wat hè, als je als gemeente aankondigt dat je bijna 140 bomen gaat kappen in een stad als Rotterdam. Hè. Rotterdam heeft een vergroeningsbeleid. Dit zijn bomen die zijn 40 jaar oud, zijn volwassen bomen. Dus wij vonden dat wij in elk geval de bomenridders daarover moesten informeren. Zij staan in principe wel los van onze kerngroep. En zij opereren door de hele stad heen en volgens mij zelfs landelijk. Wat kunnen ze voor je doen dan? Aandacht vragen voor dit fenomeen, ja. Als je deze straat één strak profiel zou krijgen, ook al maak je smaller, krijgen mensen toch het idee, ik kan hier hard rijden. Dus wij denken dat die afwisseling en veel oversteken en die bomen op gekke plekken, zodat je misschien, hè, dan moet je gewoon zachtjes rijden. Dan is duidelijk, ik ben hier in een woonstraat, ik ben te gast als automobilist. En wordt het ook, zeg maar, onaantrekkelijk voor automobilisten om dit als een shortcut te nemen van als ze vaststaan op de Schieweg en ze willen naar die kant van de stad. Ja. Hier staan we in het midden van de straat, dus we hebben ongeveer die kant op 300 meter en die kant ook op 300 meter. Dit is een heel bijzondere plek, want hier zit ook een knik in de straat. En hier zien we ook dat bijzondere gebouwen staan, zoals hier de kerk, de aansluiting van de Statensingel met het water. Maar ook aan deze kant de verbinding met de binnenstad, het Walenburgerplein. En hier zie je ook eigenlijk dat het groen echt een soort van park wordt. Dus we zien hier ook verschillende soorten bomen. We zien water. We zien het groen van de Statensingel hier. En we zien de bijzondere gebouwen allemaal op deze plek aankomen. Dit is een prachtig voorbeeld van zelfbeheer. En zo heb je meerdere plekjes inmiddels gefilmd. Waar je ziet dat mensen een stukje straat toe-eigenen.
En dit is ook een van de belangrijke eigenschappen die we overeind willen houden bij de herinrichting van de straat. Dat er ruimte blijft voor bewoners om een stukje straat toe te eigenen en daar een eigen mooie plekje van te maken. De eerstvolgende daadwerkelijke actie is dat we volgende week nog een keer met de gemeente om tafel gaan zitten. En we willen natuurlijk voortdurend met ze om tafel zitten. Daar gaan we ons participatieplan bespreken. We gaan ook heel binnenkort, is al toegezegd, gaan we met de gebiedscommissie praten. En ja, in dat voortdurende praten en zodra men de gegevens boven tafel heeft, gaan wij meepraten.